Nederlands succes tijdens de wereldberoemde 24 uur van Le Mans. Jeroen Blekemolen maakte in de GTEM-klasse de favoriete rol waar en reed met Keating Motorsports in een sensationele slotfase naar de zege. In de LMP2-klasse finishte Ho Pintung als tweede. Voor Blekemolen was het alweer zijn 14e deelname aan de 24 uur van Le Mans, waarin 4 verschillende klasses wordt gereden. In 2008 won hij ook al in de LMP2-klasse, met onder anderen ook Jos Verstappen in het driemansteam. Tijdens de 86e editie zat Blekemolen, samen met Felipe Fraga en amateurrijder Ben Keating rijdend in een Ford GT, lange tijd in een zetel, een verplichte neuswissel en een stop-and-go penalty, na spinnende wielen na wegrijden pitstop, zorgden alsnog voor een spannend slotstuk, met Jurg Bergmeister in zijn Porsche in zijn nek hield de push en de Blekemolen in de laatste drie kwartier de voorsprong op soevereine wijze vast. Ho Pintung, 2 jaar geleden winnaar in Le Mans, moest bij de LMP2 met het Chinese Jackie Chen DC Racing nu alleen het Franse Signatec Alpine Matmut voor zich dulden. In diezelfde LMP2-klasse lag de 20-jarige debutant Job van Uitert lang aan de leiding met zijn team G-Drive Racing. Problemen met de startmotor op zondagochtend zorgden er echter voor dat van Uitert en consorten veel tijd verloren en de eerste plek kwijtraakten. Uiteindelijk eindigde het team als zesde. Het enige Nederlandse team, Racing Team Nederland, kwam als 15e over de streep bij de LMP2, dat het team met Guido van der Garde, Nick de Vries en Frits van Eert de finish überhaupt nog haalde was met name te danken aan het geweldige werk van het team. De Vries knalde met nog ruim 3,5 uur te gaan en een 10e plek op dat moment hard in de bandenstapel nadat er iets afbrak in de Dallara bolide. De coureur kwam zelf met de schrik vrij en wist nog terug te rijden naar de pitstraat. Na hard werk in de garage slaagde het door problemen geteisterde team erin om dik een uur later de race te hervatten. In de snelste klasse, de LMP1, kende de enige Nederlandse deelnemer een 24 uur van Le Mans om snel te vergeten. Renger van der Zande moest met zijn team Dragonspeed de strijd al relatief vroeg staken na veel problemen aan de auto. Zoals verwacht ging het voorin tussen beide Toyota's en was het stuivertje wisselen aan de leiding. Meerdere lekke banden bij het team met nummer 7 zorgden er in het laatste uur alsnog voor dat de zege naar het team met nummer 8 ging. De formatie van Fernando Alonso, Sebastien Buemi en Kazuka Nakajima, vorig jaar ging dat Rietel ook al met de zege aan de haal. Voor Alonso was deze editie van Le Mans zijn laatste lange afstandsrace. De 8e en laatste Nederlander, Nicky Katsburg, kon in de GTE Pro's geen rol van betekenis spelen. In de BMW M8 GTE eindigde zijn team als 14e.